Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik weet dus echt niet waarom ik hier zo'n plukje heb. Want het zag er heel mooi uit in de badkamer. Tot ik het nu zie. Nu het is opgedroogd. Ziet er echt niet uit. Maar goed, het is vandaag vrijdag. Ik ben echt heel erg happy. Ik ben een beetje van mijn voetcoma bijgekomen van gisteren. En vandaag is de dag dat ik weer gewoon de draad ga oppakken. En even wat gezonder ga eten voordat ik weg ga. Dus met Nessie. Ik heb trouwens echt een heel leuke sweater aan. Deze is van Naked. Kortingscode is Miriam15 in mijn hoofd. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij zit ook heel erg fijn. Hij kriebelt niet van binnen, zeg maar. Ik heb dus zo even een afspraak. En ik ga denk ik even onderweg een koffietje halen. Om gewoon even mijn dag goed te starten. En daarna moet ik even naar huis. Moet ik gewoon het hele huis op schoonmaken. Mijn koffer inpakken. Gewoon alles erop en eraan. En we gaan vanavond nog weg. Oh, jongens, daar ben ik dan. Ik heb een koffie gehaald. En ik heb iets heel goeds gedaan. Ik heb mijn spaarkaart gewoon weggegooid. Ik had eigenlijk al 3 punten. Ik wou dat ding gewoon niet meer. Weet je wel, want anders heb ik elke keer een reden om naar Starbucks te gaan. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon naar Starbucks gaan wanneer ik wil. Wanneer ik zin heb in een goede koffie. Maar ik wil niet meer op een dagelijkse basis. Maar goed. Ik ga er nu lekker wel van genieten, hè. Oh, ik irriteer me zo erg. Niet normaal. Ik ga helemaal stil. Ik was net aangekomen thuis. Ik opeens net ze me er ook aanrijden. We zijn gewoon echt tegelijkertijd thuis gekomen. Wat ik dus wou zeggen. Ik ben inmiddels om mijn afspraak gegaan en alles. En ik heb nog steeds mijn cappuccino. Dus zo lang doe ik erover. Hi, Nessie. Yeah. Heb je lekker onze gemberzatjes? Ja, ik heb gember gehad. Oh, yes. How are you? Goed, hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Toevallig hebben we tegelijkertijd weer aangekomen, hè? Toevallig. Ik zag jou en ik wou jou gelijk verrassen. Wou je me verrassen, ja? Wil je laten schrikken? Leuk hoor, Nini. Leuk, hè? Wat gaan we doen nu? Schoonmaken toch of iets? We gaan een slachthuis, hè? Nou, ja. Guus, kom naar huis. Uurtje knallen, zijn we klaar, toch? Uurtje knallen, zijn we klaar? Ik moet nog editen van mijn vlog hier. Ah, joh. En we moeten jij kan zelfs in de auto editen en bij mijn ouders uploaden. Nee, dat kan niet. Mijn harde schijf valt er al een keer uit dan. Ja, laat klaar. Guys, ik heb echt een heel leuk pakketje binnengekregen. Hier wacht ik al een tijdje op. Maar ik heb dus nieuwe zonnebrillen binnen van Ray-Ban. Jullie weten dat ik echt heel erg fan ben van Ray-Ban zonnebrillen. En ik heb 2 nieuwe. Die zijn gewoon net binnengekomen voor de vakantie. Echt super chill. De eerste zonnebril. Dat is deze. En hij is blauw. Ja, blauw. En onder is een beetje meer grijs. Een beetje zo'n umber effect. Maar ik vond deze echt zo gaaf voor op vakantie. Kijk, 1 keer. Wel met de juiste outfit en zo. Maar ik vond dit echt heel erg mooi. En gekleurde glazen nu echt gewoon helemaal hot. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker voor blauw. Ik heb gekozen voor een gouden monteur. Want ik draag alleen maar goud. Dus je had ook eentje in het zilver. En die vond ik persoonlijk mooier. Die was ook meer vierkant. Maar ik draag gewoon nooit zilver. Vind ik het zo zonde. En dan de tweede. Dat is denk ik mijn favoriet. Ik vond deze echt zo mooi. Ik zoek dus al heel lang gewoon een zonnebril met bruine glazen. En toen kwam ik dus deze tegen. Oh, ik vind hem echt zo mooi. Kijk, 1 keer, guys. Hij is echt zo vet. Kijk, ik vind hem echt heel mooi. Dit wordt denk ik echt mijn favoriete zonnebril van deze zomer. Ik vind deze echt zo mooi en hij past natuurlijk overal bij. Hij gaat ook echt heel mooi samen met al mijn outfits. Dit is wel echt een Miriam zonnebril. Ik heb deze trouwens precies in het zwart. Desem ging laatst eieren koken en hij vroeg mij waarom zijn eieren altijd kapot gingen. Hij deed eerst al het water erin en dan gooide hij de ei erin. Ja, dan blijven ze natuurlijk niet heel in, hè? Guys, wij zijn nu momenteel aan het opruimen. Onze koffers aan het inpakken. Alle kleding hier aan het opruimen. Het is echt een hele zooitje hier. Ze zwemmen helemaal dood. Dit is een beetje de situatie hier. Ik weet dus ook echt niet wat ik ga meenemen. Ik moet nog een paar dingen promoten. Zoals bijvoorbeeld dit Nikki jurkjes. Die moet echt verplicht mee. Maar voor de rest heb ik echt... Ja, dit heb ik al gedragen in Frankrijk. Maar ik heb echt... Oh, ik heb echt zo'n leuk jurkje nog van de zaal die ik nog niet heb gedragen. Maar voor de rest heb ik alles al gedragen. Dus daar baal ik wel een beetje van. Gisteren bij de H&M heb ik trouwens dit kort broekje gehaald. Super chill voor vakantie. Echt, het zijn de beste broekjes ever. En heb ik dus zo'n heel fijne blouseje gehaald van de sale. En dit soort blouses zijn echt gewoon
de beste hebben voor op vakantie. Het heeft me 15 euro gekost. En ik heb letterlijk maat XL gepakt. Dit is gewoon echt de beste app voor als je net wakker bent. Hups, dit aan met een kort broekje ronden of over je bikini heen. Echt perfect. En, Dina helpt altijd op haar eigen manier mee. Goed zo, schatje. Wat ben je aan het doen? Ben je foto aan het doen? Waarom ben je mijn foto hier aan het ophangen? Ik heb deze weggehaald. Ik dacht deze foto hier. Zo'n kapot droge hoofd naast de leeuw. Leuk. Kijk mijn hoofd. Je hebt mijn lieve oorbellen. Oh. Ja, kijk dan. Alleen het budgetje. En mijn mooie tanden. Als mensen naar mijn babyfoto's kijken, zeggen ze van... Oh, je had helemaal geen krullend haar als baby. Nee, dat klopt. Dat kwam echt veel later pas. En kijk, ik was donkerblond. Ik had als kindje altijd gouden oorbellen in. Tassen zijn een soort van ingepakt. Ik moet alleen nog even de laatste dingen straks erin doen voordat we gaan vertrekken. Oh, het is een beetje overbelicht. Ik moet alleen straks de laatste dingen doen. Maar ik heb dus gisteren wasjes gedraaid en het is nog niet helemaal droog. Dus dan moet ik daar even op wachten. Nu gaan we even de woonkamer en zo opruimen. En Nessie is even de laatste boekhouding aan het doen hier. Want we willen gewoon alles geregeld hebben voordat we weggaan. Als jullie weten, we elke week een collectie aan dozen. En deze moeten wij ook opruimen vandaag. Hier een before voor jullie. En de after. Wat een verschil. Wij hebben dus vandaag een birthday. Maar we hebben dus een dresscode. Dus ik ben gewoon sportief gekleed. Ik vertel jullie even straks waarom. Maar ik heb dus deze schoenen gevonden. In mijn schoenenbox. Ik heb deze echt zo lang niet gedragen. Maar deze is van Puma. Ik had die een keer gekregen. Ik vind ze echt zo tof. Maar ik heb ze nooit meer gedragen. Dus vandaag is er een mooie dag voor. Wij zitten inmiddels in de auto. En Nessie heeft net lekker ons eten opgehaald. Nee. We hebben even voor onderweg falafel gehaald. Dus wij gaan gewoon lekker falafel to go eten. Heerlijk. Yes. Oh, het is echt warm ook gewoon, mijn schoot. Ja. Ik ga lekker falafel eten, jongens. Oh, je hebt ook een brood erbij gekregen. Ja, beter. Hoe is jouw falafel? Oh. Echt lekker, man. Ja. Heerlijk. Kijk, onze tweede bakje, guys. En we hebben dus hieronder hummus erbij. We zitten gewoon een beetje broodjes te wrappen. En echt abnormaal lekker. Guys, wij zitten in de auto. We hebben jullie helemaal niet verteld waarom wij zo gekleed zijn. Zien jullie ons? We zijn helemaal sportief gekleed. En wij zijn eigenlijk gewoon onderweg naar een verjaardag van zijn moeder gewoon. En het was eigenlijk onze dresscode. Want we hebben vandaag een badminton toernooi. Ja, ik ga een stuk. Dus ja, we moesten dit gelukkig aan. Gelukkig hebben we geoefend in Veswa. Ja, lekker sportieve kleren aan. We hebben inderdaad geoefend in Veswa. En dat ging heel goed. We kregen een tikje ruzie. Ja, we kunnen goed wel fanatiek zijn, hè? Ja, maar zijn wij dan een team? Zijn wij een team? Lijkt me wel, toch? Weet ik veel. Zijn wij een team? Weet ik niet. Nou, dus dat. En ze hebben er net. Oh ja, dat is wel. Dus je kunt niet cheaten dit keer. Dat is wel handig, inderdaad. Nou. Let's go, bitches. Oké. Uit. 2-0. Abla. 3-0. Oh, hey, 3-1. Wat is het punt voor ons? Je hebt nu verloren. Nee. Serp. Je moet een scherm. Nee, een 6 verander maar. Ik dans eigenlijk nooit voor een groep, maar ik word voor
Als ik eenmaal opsta, dan stopt het niet meer. Dan is het klaar. Dan is het klaar. Dus ja,